Ik denk dat dat wel twee verschillende redenen zijn. Ik denk dat Defensie heel erg mooi vindt met het bezig zijn. Toch wel ook voor het goede doel, zeg maar, hè, laat ik het zo zeggen. Ik denk het Korps Mariniers, als ik het van jongs af aan niet meetel, zeg maar, hè, dus als ik nu oppervlakkig zou moeten kijken, dan is dat toch wel het stuk trots wat daarbij komt kijken van een bepaalde ja, saamhorigheid, een bepaalde verbondenheid die je eigenlijk gelijk al voelt op het moment dat ik de eerste keer die Vergentkazerne opliep daar. Dan heb ik er nog helemaal niks van geproefd en dan weet ik er nog helemaal niks van, maar dat gevoel, dat voelt misschien na de opleiding heel anders, maar dat ervaar ik nu wel, zeg maar. Ik hoef nou nooit meer een ander shirtje aan natuurlijk. Ik heb gewoon... Het begint wel een beetje te stinken alweer. Ja, ik heb mijn hele kast vol liggen inmiddels. Het zouden meer mensen moeten doen. Ja jongens, als jullie ook zo'n gek shirtje willen, ja, dan bestellen, want dan heb je geen excuses meer. Ik hoorde net al dat de hele sportschool inmiddels vol staat met lui, met dit t-shirt. Rammen met je kadaver. Geen excuses meer. Zo is dat. En dan ga je doelen vanzelf behalen. Want dat is namelijk ook hetgene waar we het vandaag over gaan hebben. Want we hebben natuurlijk al heel veel mensen langs zien komen die al heel veel bijzondere dingen hebben gedaan. Die hun sporen verdiend hebben in hun vakgebied. Of als marinier of als ondernemer of als topsporter. En tegenover ons vandaag heten wij welkom Dion. Ja. Ik zeg niet dat jij nog niet je sporen hebt verdiend, zo bedoel ik dat niet. Maar jij staat wel aan het begin van jouw loopbaan. En het leek ons namelijk heel erg leuk om ja, eigenlijk een deel van onze doelgroep gewoon uit te nodigen. Ja. Ja, want jij bent iemand die staat aan het begin van zijn avontuur bij het Korps Mariniers. Jij begint, wanneer ga je beginnen? 19 augustus. Dus jij hebt de voorbereiding gedaan en jij mag aan de slag. Ja, we gaan dus iemand. We hebben iemand op de korrel die gaat beginnen. Die staat aan het, aan de startlijn. En wij gaan het ook volgen. Dus dit wordt een hele interessante serie die zich vermengt tussen alle afleveringen van Scherpschutters op de korrel. Bam. Ik ben jaloers. Die hebben we ook weer, hè? Ja. Voorwaarts. Ik zou het zo weer doen. 100%. Ja. Maar goed. Wie ben ik? Dat is de eerste die wie ben ik? Nee. Hè? Dat is de eerste die dat zegt? Hey, goeie zaak dat je bent, Dion. En wij kennen elkaar. Het is niet zo dat we naar Rotterdam hebben gebeld van stuur er even eentje hierheen. Maar, want jij werkt eigenlijk al jaren bij Hellshooter. Nou, vertel een klein beetje over jezelf, over de opleiding die je nu doet, waar je interesse zit. Ja, Dion Batenburg dan, 20 jaar. Ik ben toevallig vorige week mijn diploma gehad van het CIOS in Arnhem. Ik heb eigenlijk sinds mijn vierde eigenlijk altijd al gekickbokst, meerdere vechtsporten gedaan. Ook sinds jongs af aan al een klein beetje de korpsgeest zeg maar, meegekregen. En nu ligt mijn interesse volledig, eigenlijk al heel mijn leven, bij het Korps Mariniers. Wat bedoel je met meegekregen? Meegekregen vanuit jongs af aan eigenlijk al. Mijn vader is toen een tijd marinier geweest. Ja. En vanuit daar heb ik dat eigenlijk altijd al meegekregen. En misschien is dat vanuit hem niet bewust gegaan. Maar is het vanuit mijn onbewustzijn heb ik dat toch wel meegekregen. En is mijn interesse naast de kickbox ook nooit ergens anders geweest. Want heb jij broers? Nee, ik ben enig kind. Oké. Okay. Ja. Dus je kan niet vergelijken of dat dan bij jou misgegaan is. Of, Nee, dat kan ik niet vergelijken, maar ik denk dat het bij mij misgegaan is inderdaad. Nee. En nu eigenlijk alle voorbereidingen gehad en nu mag ik in principe de opleiding gewoon beginnen. Ja. En jij zegt dus eigenlijk dat je vanaf wanneer ben jij ervan bewust dat je dit wilde? Zover ik weet en van verhalen die ik dan van mijn ouders hoor,
eigenlijk vanaf het moment dat ik een beetje doorkreeg dat ik leefde, zeg maar. Dus een jaar of 5, 6. Dat ik toen al posters, dingen, filmpjes... Echt waar? Ja, echt van die kleine lege pakjes aan in het bos rollen, zeg maar. Dat heb ik toen eigenlijk al gedaan. Of dat toen met de gedachte van bewust Korps Mariniers was geweest, dat weet ik niet. Ja. Maar sinds dat ik weet dat ik er een beetje ben, ben ik er al mee bezig. Ja, ja. Wij speelden Tweede Wereldoorlog in de duinen op Vlieland. Gingen we zelf geweren maken. En nou, als je een beetje kon knutselen, dan was dat natuurlijk een hele goeie. En dan speelden we gewoon oorlogje. Ja. Geallieerden tegen de Duitsers in die tijd nog. Ja, nou, ik speelde ook in de duinen. En ik was ook altijd wel met sport bezig. Maar ik heb eigenlijk pas heel laat besloten dat ik dan daar echt naar de mariniers wilde. Ja. Ik denk dat pas dat ik toen ik een jaar van tevoren dat ik toen ineens dacht van nou misschien moet ik het toch gaan doen. Want ik had altijd een hekel aan autoriteit en mensen die dan mij iets gingen vertellen dat ik iets moest gaan doen. Daar was ik veel te eigenwijs voor. Dus bij mij kwam het pas heel laat. Wanneer werd het van jou van een beetje spelen in de duinen naar serieus van ja, ik wil echt naar het korps? Ja, ik denk dat het toch bij een leeftijd van een jaar of 13, 14, 15 was, zeg maar. Want toen deed ik nog echt wel veel kickboksen, ook heel veel wedstrijden. En op een gegeven moment krijg je dan ook, zeker met middelbare school en voorgezet onderwijs, zeg maar. Ja, welke keuzes ga jij maken? Ga ik puur op het kickboksen zitten of ga ik wat meer... Of wil ik toch naar Defensie uiteindelijk? En op een gegeven moment heb ik wel zo'n stap moeten nemen. Ook met het keuze van school. Ik denk dat dat een jaar of 15 was, zeg maar. Van oké, ik ga dan voor mezelf... kickboksen op een iets lager pitje zetten en ik ga me iets meer beginnen te voorbereiden over een paar jaar bijvoorbeeld echt naar het korps. Dus ik denk dat ik dat echt door heb nu een jaartje of 5, zeg maar. Ja. Wat heb jij dan bewust gedaan in het moment dat je daar bewust van werd, wat heb je dan aangepast? Je zegt het kickboksen kan dan iets, heb je eigenlijk je plan op kickboksen aangepast? Wat betekent dat concreet? Nou, op een gegeven moment kon ik dus vanaf de MAVO naar een mbo-opleiding, zeg maar. En toen, omdat ik toen echt wel veel kickboxte, kon ik naar Johan Cruijff College in Amsterdam. En stel dat je die school kiest, wat super mooi is, dan ga je eigenlijk echt naar het kickboxen toe. En dan heb je ook, wordt dan eigenlijk jouw rode draad, zeg maar. Ik heb toen gekozen om naar het SEALS te gaan, omdat ze daar dan SCUB hebben. Dat is dan sportcoördinateur geuniformeerde beroepen. Dan krijg je, je zou het eventueel kunnen vergelijken met een soort van VEVA, alleen gaan wij er net iets boven staan. Wij gaan meer het lesgeven aan een geuniformeerde beroep. Dat is onze rode draad, zeg maar. En die keuze heb ik dus echt bewust gemaakt. Als ik naar het Johan Cruijff College was gegaan, dan had ik iets meer net met het kickboksen moeten doen. Omdat dat word je gewoon verplicht, omdat je op die school zit, zeg maar. Ja. Dat is echt een keuze voor mij geweest van oké, ik ga iets anders doen. Ik ga het iets opener, mijn wereld wordt iets opener, zeg maar, nu. En ik ga iets meer naar Defensie toe. Okay. Ja. En die keuze voor naar het SEALS, heeft dat je gevoel om het echt te gaan doen versterkt? Ben je anders daarna gaan kijken? Ik ben er niet anders naar gaan kijken. Het heeft het wel versterkt, zeg maar. Het was voor mij... Je moet je voorstellen dat je al zo lang zo graag iets wilt. En ik wilde al zo lang zo graag 20 worden en die opleiding beginnen. Dat eigenlijk voor mij, voor mijn gevoel deed, dat was... Nou, dat was echt de eerste stap. Oké, dus nu laat ik dus echt iets voor Defensie. En dat voelde voor mij wel heel goed. Hey, ik word nu iets ouder. Ik mag nu al een keuze gaan maken om het ene niet te doen en het ander wel te gaan doen. Ik ben er toen niet anders over na gaan denken hoe ver ik dat nog weet, zeg maar. Want mijn gevoel was gewoon heel duidelijk op dat moment. Ik wil naar het korps. Maar het heeft het dus daardoor wel heel erg versterkt. Mm-hmm. Ik ben er ook wel iets bewuster van geworden van, nu gaat het toch wel snel, zeg maar. En wat is dan voor jou de belangrijkste reden om... naar Defensie te gaan en naar het korps in het bijzonder? Ik denk dat dat wel twee verschillende redenen zijn. Ik denk dat Defensie heel erg mooi vindt met het bezig zijn. Toch wel ook voor het goede doel, zeg maar. Hè, laat ik het zo zeggen. Ik denk het Korps Mariniers, als ik het van jongs af aan niet meetel, zeg maar. Hè, dus als ik nu oppervlakkig zou moeten kijken, dan is dat toch wel het stuk trots wat daarbij komt kijken van... een bepaalde saamhorigheid, een bepaalde verbondenheid die je eigenlijk gelijk al voelt op het moment dat ik de eerste keer die Vergent-kazerne opliep daar. Dan heb ik er nog helemaal niks van geproefd en dan weet ik er nog helemaal niks van. Maar dat gevoel, dat voelt misschien na de opleiding heel anders, maar dat ervaar ik nu wel, zeg maar. Ik hoor er nog helemaal niet bij en ik weet eigenlijk in principe nog helemaal niks. Maar dat gevoel heb ik wel heel, heel erg al met mensen en bijvoorbeeld ook mijn vader, zeg maar. Ja, heb jij het gevoel dat je daardoor... Wat voor rol speelt jouw vader in dit verhaal? Heb je dat voor jezelf helder?
ik zeg eigenlijk tegen mezelf altijd van ja, als mijn vader dat niet zo had gebracht, dan weet ik niet waar ik had geweest, maar had ik het waarschijnlijk alsnog wel gewild. Alleen ik denk dat het wel sterker is geweest, zeg maar. Het is dat gevoel, komt, ja, we hebben het er heel vaak over. Zit ik op het terras met mijn vader, ik zeg maar wat, dan hebben we het daarover. Ja. En als mijn vader dat niet had gedaan, had ik het waarschijnlijk over een ander onderwerp gehad. En dan had ik misschien nog steeds wel naar het koers gewild, maar dan heb je het er iets minder over, dan doe je er iets minder voor. Maak je dan dezelfde keuzes? Ja, dat weet ik niet. Dus ik denk dat het alleen maar heel erg versterkt heeft, omdat we het er eigenlijk gewoon altijd over hebben. Ja. De geintjes worden gemaakt. Ja, zo, dat hebben we het eigenlijk. 24/7 hebben we het daarover. Ja. Ja. Dat schiet bij mij te binnen, grote vriend. Dat ik weet dat je ook heel lang de ambitie hebt gehad om naar een ander krijgsmachtsonderdeel te gaan. Te lang. Ja, klopt. Waar zit... Dit is even gekscherend en een grapje. Maar een serieus grapje. Je hebt ook heel lang rondgelopen, weet ik, met van ik wil naar het korpscommando troppen. Wat is voor jou dan, zeg maar, daarin de... Ik zeg niet dat het goed of fout is, hè, maar waar ik even nieuwsgierig naar ben is van waar heeft bij jou dan eventjes die schakeling gezeten van oké, korps mariniers, daar komt mijn vader vandaan. Daar ben ik eigenlijk min of meer een beetje mee opgevoed. Hè. Ik kan me voorstellen dat jouw vader een bepaalde invloed daarin gehad heeft. Van, waarom heb jij ook nog eens een keer gekeken zo naar zo'n korps, commandotroepen, misschien zelfs wel luchtmobiel, ik weet het niet. Ja, het is voor mij altijd wel een vraag geweest van wat is het dan nog meer, zeg maar. Omdat ik juist al zo lang bezig was met het korps mariniers. Zeker toen ik het SEALS ging doen en een klein beetje ging oriënteren binnen die werelden, zeg maar. Want ik heb ook stage bij justitie gelopen. Ja, wat is er dan nog meer? En wat is het de ene takenlijst bijvoorbeeld? En wat is dan de andere takenlijst? En hoe gedraagt deze groep zich? En hoe doet deze groep dat? En dan ben ik een tijdje naar wezen kijken. Ik heb me eigenlijk gewoon opengesteld van, joh, ik ga onderzoek doen. En toen was er uitgekomen dat eigenlijk wel best wel dicht bij elkaar ligt, zeg maar. Toen heb ik ook een tijdje gedacht van, ja, zal ik dan voor de KCT kiezen? Wat natuurlijk best wel, het is in mijn omgeving een hype is ineens van, oh, dat is dat en supercool. En het heeft wel een klein beetje de omslag gegeven dat ik daar dus uiteindelijk helemaal niks mee gedaan heb. Omdat ik er gewoon achter kwam dat al die redenen die ik net gegeven heb van ik wil naar het korps mariniers veel sterker gelden voor mij dan op dat andere krijgsmachtonderdeel. Het is voor mij een beetje moeilijk uit te leggen, omdat het een gevoel van binnen een beetje is. Nee, je bent gewoon bang voor de reactie van je vader. Ja, zeg het dan. Hij heeft ook niks meer te vertellen, nu ben 20. Nee, Mike. Nee, nee, is gekkigheid. Maar nee, ja... Het heeft ook wel een klein beetje denk ik, te maken met de omgeving, zeg maar. Ik vraag het aan mijn vader en die geeft dezelfde reactie als jullie die zouden geven, zeg maar. En wat jullie ook gegeven hebben. En je gaat het aan zoveel mensen vragen. En ik heb het toevallig, denk ik, aan wat meer mariniers gevraagd. Ja, wat vinden jullie daar dan van? Hoe zouden jullie dat doen? Als jullie het overnieuw mochten doen, hadden jullie daar dan naar gekeken? En dan krijg je toch wel van heel veel mensen het antwoord van, joh, die koerswaarden die zijn bij ons zo sterk, of die gelden zo sterk, vinden die persoon dan. Dat kan je met helemaal niks anders vergelijken. En dat begrijp jij nu niet, zeggen ze dan, want je hebt er nog helemaal niks van geproefd. Maar totdat je dadelijk wel er iets van geproefd hebt, en dan weet ik dat jij een hele goede keuze hebt gemaakt, zeg maar. Dat krijg ik te horen. Ja, we hebben er geintjes over gemaakt, maar ben daar volgens mij best wel... ik heb daar ook wel gewoon normaal advies in gegeven, of nee, niet? Dat is ook zo. Ja, nee, dat klopt. Ja, je bent daar heel duidelijk, nee, je bent daar heel duidelijk in geweest. Ja, te duidelijk. Nee, dat klopt. Nee, maar want ik snap het namelijk heel goed. Ik snap heel goed dat je, dat je gaat kijken. En ik vind het juist ook goed dat je gaat oriënteren op andere korpsen. Want er zijn verschillen. En ook, ik denk dat het korps commandantroepen een hele logische keuze is. Als je zo graag wilt en zo gedreven bent al je hele leven. Dat je gaat kijken, ja, wat zijn nou de beste... wat is het beste clubje? Heb ik zelf ook gedaan. Ik wilde gewoon naar de beste. En in mijn... informatievoorziening kwam het korps mariniers naar voren van dat als je bij de beste wil, wil je bij hun. Maar dat is natuurlijk maar voor een deel waar, omdat het KZT is net zo goed als Marshof. Ze zitten de taken die overlappen een heel groot deel. Ja, ze zitten, de ene is maritiem en de andere is landelijk georiënteerd. En er zitten denk ik hele kleine cultuurverschilletjes in. En het dingetje denk ik wat bij jou wel heel erg belangrijk is, ik denk
vanuit de beperkte visie die ik heb, omdat ik alleen het binnen het Korps Mariniers heb gediend, dat de verbondenheid waarschijnlijk wel iets op een of andere manier wat hechter is. En dat heeft ook te maken met de manier van optreden. Dat hebben we met Marco Kroon ook wel over gehad. Is bij het KZT is het toch wat meer enkele man. En ik denk dat optreden dan uiteindelijk ook wel in de cultuur iets anders zit. En dat ook daar is verbondenheid, 100%. Maar dat misschien dat daar nog een klein verschilletje zit. En als dat voor jou het eerste is wat je benoemt als je bij de Gentkazerne komt, dan is dat is blijkbaar voor jou heel belangrijk. Wat is verbonden? Hoe zie jij verbondenheid? Op dit moment, ik denk dat ik er nu wel anders over nadenk. Dat als ik dadelijk wel wat. Als ik daar dadelijk wel wat van geproefd heb, denk ik dat ik er misschien heel anders over nadenk. Maar nu is het voor mij vooral. We zijn met een hele grote club, maar heel deze club maakt niet uit wie. Of dat je nou wel eraan begonnen bent, of het niet gehaald hebt, of het wel wil halen. Dat die allemaal wel dezelfde. Alle ogen staan zeg maar dezelfde kant op gericht. En dat merk ik wel bij elke persoon die vroeger bij de Mariniers heeft gezeten, of nu nog steeds, merk ik dat gewoon. Mm-hmm. Het zijn allemaal een beetje dezelfde types. Ze willen allemaal hetzelfde. Ze zijn allemaal klaar voor elkaar. En dat is voor mij echt de verbondenheid, zeg maar. En of ik die nu hetzelfde voel als over een jaar, dat weet ik niet. Nee, dat maar zo komt dat op mij wel over nu, zeg maar. En dat vind ik wel heel erg mooi om te zien ook. Ja. Ja. Hey, wat vertel eens, wat verwacht jij? Want ik kan me, als ik het zo hoor, denk ik, nou, het is best wel een heftig dingetje. Want over 2 weken, 3 weken, begin jij dus aan de opleiding. En dat is voor jou dus iets wat al zo lang leeft. Je staat eigenlijk voor dat ene moment waarop je dan uiteindelijk eindelijk mag starten. Waar je eigenlijk heel lang op hebt gewacht. En jij hebt keuzes gemaakt op je school. Jij hebt stages gelopen op bepaalde plekken. Je bent zelfs bij Hellshooter komen werken om te kijken, wat kan ik mezelf daar nog verder ontwikkelen, zodat ik goed ben voorbereid. Dus je hebt allerlei dingen gedaan om je voor dit moment voor te bereiden. Hoe voelt dat nu? Zo naar die datum toe is het toch echt wel op een bepaalde mate eng, zeg maar. Zo voel ik het in ieder geval. Mm-hmm. Want je hoort natuurlijk heel je leven lang allemaal soorten verhalen met, oh, dit moet je doen en dat moet je doen en dat is niet leuk en dat is niet leuk, zeg maar. Dat soort verhalen hoor je gewoon. En ik heb er ongelooflijk veel zin in. Dat is echt niet te beschrijven, maar aan de andere kant zit er ook een randje aan van, hey, ik ga dadelijk wel iets doen. Dan moet je wel even wat van jezelf vergen, zeg maar. En dus dat is ook dan wel weer de spannende kant eraan. Dat maakt niet dat ik er minder zin in heb, maar ik ben er wel van bewust van, joh, je gaat dadelijk wel wat doen waar je heel eventjes anders moet gaan doen dan dat je dat normaal doet, zeg maar. Ja, en hoe voelt dat dan? Wat kan je dat omschrijven? Ja, het is eigenlijk een beetje het gevoel van, joh, ik krijg het gewoon helemaal niet uit mijn hoofd. Ik ben eigenlijk elke minuut van de dag ben ik er wel mee bezig. Als ik iets doe, dan denk ik eraan van, oh, dan kan ik beter zo doen, want dadelijk moet ik dat ook zo doen. Of ben je aan het hardlopen, denk nou, ja, nou, nu ben ik bij mijn huis. Ja, zal ik nog even een rondje lopen, want ik weet het niet zeker, want dadelijk dan is het weer te weinig, ik zeg maar wat. Dit is gewoon heel erg spannend, want ik heb ook geen referentiekader, zeg maar. Ik kan niet naar een ander kijken, en dat moet je ook waarschijnlijk ook niet doen, maar dat is voor jezelf natuurlijk wel fijn. Oké, die doet dat. Dus als ik dat sowieso 2 keer zoveel doe als die persoon, nou, dan zal het wel goed zijn, zeg maar. Dat heb ik ook totaal niet. Nee, maar dat dus is... je doet wat, maar ik weet eigenlijk helemaal niet. Jij krijgt een heel mooi trainingsschema en zo. Dat sowieso. Dat is allemaal wel goed geregeld. Maar het is gewoon heel spannend. Ik krijg het gewoon ook niet uit mijn hoofd, zeg maar. Het liefst wil ik het de hele dag over lullen, zeg maar. Ja. Ja. Ja, maar jouw vriendin is blij met je, of niet? Ja, nou, meestal niet. Meestal niet. Ja. Soms wel. Ja, heel soms als ik slaap. Nee, wat ik mooi vind, hè, is hoe je gedrevenheid in dit willen en in hoe je moet voorbereiden en dat je de angst hebt dat je niet genoeg doet, die herken ik heel sterk. Ja. En ik denk dat voor iedereen die in jouw schoenen staat, hè, of die naar zo'n opleiding gaat, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je je goed voelt, gezond voelt en sterk voelt. Het zal nooit goed genoeg zijn. Je zult nooit sterk genoeg zijn. Dan kom je er wel. En ik denk dat het moeilijkste is als je je zo aan het voorbereiden bent naar dat moment. Om voor jezelf daar een bepaalde rust in te vinden van, ik kan nog een rondje gaan doen. Tuurlijk, moet je het ook een keertje doen. Maar misschien doen ze daar wel 4 rondjes extra. Weet jij veel? Weet je wat? Dat kun je je niet voorstellen. Nee. En als je met de instelling erin stapt van, ik zie wel, ik ben gezond, ik heb me goed voorbereid, ik heb eigenlijk alles gedaan waarvan ik denk dat het goed is,
kom je, dat, die, de, je mindset is het belangrijkste. Je komt jezelf daar tientallen keren tegen. Dat weet ik zeker. Maar die angst, weet je, die je nu benoemt, volgens mij heeft iedereen die. Ja. En zelfs een topsporter die voor de wedstrijd staat, heeft die angst. Hebben we wel genoeg gedaan? Heb ik wel hard genoeg getraind? Ja, ik denk dat het voor iemand die dat niet helemaal snapt, dat ik denk, er zit een bepaald gevoel in je buik. Want je weet ook niet hoe je gaat presteren en hoe ver je gebracht gaat worden, waar je breekpunt zit en zo. Ga gewoon zelf een keer de sportschool in en je weet wat voor programma gaat doen. Dan voelt dat heel anders dan wanneer je de sportschool in gaat en je weet dat er iemand als Erwin van Beek daar binnen staat en die gaat je helemaal aan het gas brengen. Ja. Dat gevoel in je buik, maar dan een soort van extra uitvergroot. Ik denk dat dat... Want dat is het, weet je. Je gaat gewoon een tijd in en dingen meemaken, die kan je ook niet trainen. Nee. Je kan jezelf niet op dat punt brengen, behalve... Nee. Je kan niet iemand... Je kan zoveel simulaties doen vanuit het vliegtuig springen, maar dat gaat nooit hetgene zijn als daadwerkelijk uit het vliegtuig springen. En dat is natuurlijk wat die onrust een beetje bij je brengt. Ja. Waar ben jij het meest bang voor? Het meest bang voor? Dat is wel een hele goede vraag trouwens. Ja, waar ben je het meest bang voor? Ik denk dat het de algemeen wel een spanning is. Ik kan je nu zo niet iets vertellen dat ik denk van... Oké, dit is echt iets van... joh, dat ga ik sowieso niet kunnen of wel kunnen of daar ben ik bang voor. Dat niet helemaal, maar ik denk dat het een samenhang van bepaalde dingen is. Ik ben niet zo groot, dus ik moet dadelijk hele grote stappen gaan nemen om de rest bij te houden. Ik geef maar een voorbeeld. Je hebt natuurlijk een zware tas, nou gewoon de hele opleiding zeg maar... Ik kan daar niet zo een piek uit bedenken. Ook omdat ik niet helemaal weet natuurlijk... je weet voor een gedeelte hoe die eruit ziet. Maar wat de invulling daarvan weet ik ook niet precies. Dus ik kan je niet zo een piek geven van... joh, daar ben ik heel erg bang voor. Maar als ik het bij jou een beetje... dan ga ik even op de stoel van een psycholoog zitten. Maar vergeef me. dan hoor ik vooral... ben je niet gewoon heel erg bang om tekort te schieten? Ja, dat denk ik wel. Dat, en dan tekort, ja. Bedoel ik niet je lengte. Nee, klopt. Dat denk ik wel. Want toevallig, nu dat ik eigenlijk al die testen gehaald heb, zeg maar, die je dan moet doen en je mag eigenlijk starten, dan merk ik dat heel mijn omgeving, zeg maar, en vooral mijn familie, die zijn daar eigenlijk alleen maar mee bezig. Die geven je nu een hand en die zeggen niet, hoe gaat het, maar heb je er al zin in? Heb je al nog gesport? Heb je dat nog gedaan? Ja. En onbewust gaat daar toch een bepaalde, het is een beetje een verwachtingspatroon en daar moet je wel aan voldoen. Of dat moet, is dan de vraag. Ja. Maar voor mezelf moet ik daar wel aan voldoen. Zeg maar, ik kan daar de eerste dag dadelijk komen en dat het helemaal niks voor mij is. Dat zou ook nog steeds kunnen natuurlijk. Ja. Dus dat is waar je nu zegt, dat klopt wel heel erg. Ja. Kijk, wat de mindset die je hebt is natuurlijk 100% goed. Maar je moet wel heel erg... mijn tip zou wel zijn van probeer wel die externe raai zoveel mogelijk uit gaan schakelen. En je moet dit gaan doen voor jezelf. En je moet daar zelf gewoon ook op een bepaalde manier van genieten. Want als je heel erg bezig blijft met waar jij nu mee bezig bent... ben ik wel goed genoeg en heb ik wel genoeg dit en dat. Ja, probeer daar soms ook een beetje een bepaalde mate van relaxedheid in te krijgen. En meer te kijken, oké, wat gebeurt er nou? Meer om je heen. Want dan, het is nooit goed genoeg. Nee, dus je moet dat toch ook proberen misschien een klein beetje los te laten. Ook om daar wat meer van te genieten. Weet je. Je gaat het maar één keer doen. En ik weet dat heel moeilijk klinkt en dat maar toch kijk eens naar jezelf, wat je doet in je gedrag en in je hoofd. En probeer dan een beetje die verwachtingen van allemaal mensen buitenaf en zo. Probeer dat lekker te laten waar het is. En gewoon de dingen te gaan doen die je moet doen. Daar, je bent maximaal voorbereid. En ga daar gewoon van genieten ook. Want anders. Nou, kijk naar, heb je de aflevering met Sander Aerts gezien? Ja. Nou, dat is nou, hij heeft intrinsiek, voor hem is het nooit genoeg. Nee. Dat is zijn uitgangspunt. En daardoor is hij steeds verder gegaan en steeds verder gegaan en steeds verder gegaan vanuit zichzelf. Ik denk dat dat iets is wat je, dus eigenlijk moet je loslaten, wat komt er op me af? En voor jezelf zoiets hebben van, nou, voor mij is het in ieder geval nooit genoeg. Nee. En natuurlijk kom je daar in momenten tegen en denk je van nou is het wel genoeg. Maar dan weet je dat het nog steeds nooit genoeg is. Ja, het is allemaal heel dat is lastig hoor. Het is allemaal heel inderdaad heel lastig om ik denk ook niet te dat beseffen, je, zeg maar. Dat is wel, ja, en ik denk ook niet eens dat je dat moet willen, die jongen. Nee. Gewoon loslaten. Ik weet ook dat het niet kan, want ik had dit tegen mezelf kunnen zeggen toen. Maar ik zie het aan jou, want ik zie dan heel erg de dingen die ik daar zelf ook deed.
Maar toch, misschien dat doordat ik het gezegd heb, dat het toch af en toe misschien even in je hoofd komt als je op een bepaald moment zit en dat je denkt, oh ja, weet je, laat het heel even een beetje los en geniet ook een beetje van de dingen die er gebeuren. Misschien dat het toch helpt. Waar zie je het meest tegenop? Want je hebt natuurlijk verhalen gehoord. Ja. Waar zie je het meest tegenop? Ik denk dat mijn vriendin wil dat ik zeg dat ik door de week niet thuis ben, maar dat is ook niet helemaal waar. Waar zie ik het meest tegenop? Als ik heel eerlijk ben, is het tegenop zien een beetje een groot woord. Want ik heb eigenlijk, als ik er nu zo over nadenk, wat ga ik dadelijk doen en wat wil ik dadelijk doen? Ja, dan, waar zie je dan tegenop? Ja, tuurlijk, je gaat heel weinig slapen en tuurlijk, je gaat heel veel lopen en tuurlijk ga je overal last van krijgen. Maar zoals iedereen eigenlijk aangeeft, het is wel voor jezelf. En het is wel om je op een bepaald doel te brengen, zeg maar. Dus of ik daar dan tegenop zie, dat weet ik niet. Ja, je gaat overal last van krijgen, waarschijnlijk. En je gaat heel weinig slapen en je gaat een keertje bruine bonen eten. Ik zeg maar wat. Ja, daar zie ik wel. Als je mazzel hebt, krijg je bruine bonen. Nee, maar daar zie ik daar tegenop? Nee, maar weet ik dat gaat gebeuren en ben ik daar gespannen voor? Nu zie ik er een klein beetje tegenop. Ja, dat soort dingen, daar kijk ik wel op een bepaalde mate minder naar uit dan naar andere dingen, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is gezonde spanning. Ja. Hey, hoe kom je in de opleiding bij de mariniers? Kun je daar iets over vertellen? Kun je ons daar even in meenemen? Ja, nou, om helemaal bij het begin te beginnen is het in principe wat op mij overkwam gewoon solliciteren zoals ik ergens anders ook zou solliciteren, zeg maar. Dus je gaat gewoon online, ga je wat dingetjes invullen, je moet wat informatie invullen, je moet wat een cv moet je bijvoorbeeld, dat soort dingen moet je allemaal invullen. Op een gegeven moment krijg je wat meer mailtjes, krijg je steeds binnen. Alles wat je doet krijg je eigenlijk over de mail. Je hebt nu gesolliciteerd op mariniers, je hebt nu dit aangeklikt, je hebt nu dat aangeklikt en op een gegeven moment krijg je dus de eerste fitheidstest. Dat is dan heel, tenminste, dat zijn de standaard eisen, zeg maar, dus 2700 meter, 12 minuten. 30 push-ups in 2 minuten, 30 sit-ups en volgens mij minimaal 4 pull-ups. Dat is dan de eerste fitheidstest die je krijgt. En dan ga je naar? En dat is in Amsterdam, de marinekazerne is dat volgens mij. En doe je dan heel sec gewoon die dingen achter elkaar uitvoeren of krijg je nog een warme nup van tevoren? Nee, je doet echt die dingen gewoon achter elkaar uitvoeren. Ja, ze zeggen waarschijnlijk, doe even een rondje rennen en dan gaat de tijd lopen. En ik begon op dat moment met eerst het lopen. Misschien dat een ander begint met eerst de push-ups. Daar staat volgens mij niet helemaal iets van vast. Of dat heb ik in ieder geval niet helemaal meegekregen. Mm-hmm. Maar dan doe je heel stom. Gewoon alleen die dingen haal je het wel. Dan haal je het wel. En haal je het niet, dan niet. En dan moet je het een keer overdoen. Ik weet niet hoe dat zit, maar dan. En wat voor een doel had jij jezelf gesteld op het hardlopen? Wat ik eigenlijk van tevoren een beetje uit meerdere mensen ook hoorde van joh, als je 12 minuten gaat hardlopen, moet je ook 3 kilometer kunnen lopen in plaats van 2700 meter of wel meer. Ja, dat heb ik eigenlijk als doel gebruikt. Ik denk, dan loop ik 3 kilometer, ga ik dat proberen. Ik heb me eigenlijk niet vastgehouden aan de eis. Ik heb niet gedacht, ik moet nu 2700 meter gaan lopen in 12 minuten. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Ik heb me bij het lopen toevallig 3 kilometer als een beetje zo van, ik ga dit proberen. Met de push-ups bijvoorbeeld, 30 push-ups, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik heb helemaal niet over die eisen nagedacht. Eigenlijk ook omdat je, als je een klein beetje traint, voor mij persoonlijk, zijn die eisen ook wel te doen, zeg maar. Dus ik heb het gewoon, dan maak ik het dubbele of het driedubbele. Met de push-ups zeker en met de pull-ups bijvoorbeeld en de sit-ups. Als ik het driedubbele doe, dan is het sowieso goed. Ja. En dat is dan mijn eis en niet de eis van de personen daar, maar dat is dan mijn eis. Zo heb ik het een beetje gedaan. Ja. Nou, dat is ook. Ik denk dat dat ook de juiste manier is. Ik denk dat je ook niet binnen het korps, als je geen 3000 loopt, dan wordt er toch wat van gevonden. En binnen Marshof moet je denk ik nog wel 200 meter erboven zitten. Dus ik denk dat. En het is niet zo dat. Maar waar het mij vooral om gaat, is de mindset. Van een zesje is niet genoeg. Dat is wat daar voor mij naar voren komt dan, hè? Dat is de goede mindset, denk ik. Ja, blijkbaar, want ik heb het in principe gewoon gehaald. Je hebt dat, dat was een makkie, 2 vingers in de neus. Nee, maar je gaat gewoon maximaal. Ja, dus, dat wel. Dus het is toch zwaar. Ja, dat is ook zo. Ja, en ook daar zijn heel veel mensen die zich daar dan al zeg maar in vergissen. Want wij waren echt met een groep van 16 volgens mij. En uiteindelijk waren er echt maar 6 die dat dan gewoon gehaald hadden zonder enig probleem. Dat is bijzonder, is dat, hè?
Toch? Ja, nou ja, het is wel een beetje apart. Want dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik sowieso op terrein kwam van Defensie, zeg maar. Of echt omdat ik zelf wat moest gaan doen. Ja. En in mijn hoofd was het echt, oké, nu ga ik hierheen en nu komen er toch beesten die deur uitlopen, jongens, slaat nergens op. Nou, dat is dus helemaal niet het geval. Soms in ieder geval. Nee. Dat vond ik wel apart eigenlijk. Ja, ja, want hoe voelt dat dan? Oké, je loopt voor het eerst door die poort heen. Ja, dat is toch wel een beetje een apart gevoel. Ook omdat in het begin gaat alles over de mail en zo. En zie je niemand, hoor je niemand. En dan ineens, oké, nu moet je daar gaan staan om 8:30. Loop maar lekker naar binnen, zeg maar. Vond ik wel heel spannend eigenlijk. Je moet je aanmelden, dat soort dingen. Ja, dat geeft gewoon een adrenaline kick, zeg maar. Zonder dat je überhaupt wat gedaan hebt. Ik ga er op een stoel zitten. Ik heb volgens mij in mijn hoofd nog nooit zo recht op een stoel gezeten. Want ja, je wilt natuurlijk het beste van je laten zien. Sowieso daar ook al. Ja. En dan is het inderdaad wel apart dat er ook mensen zijn die dan daar heel anders over denken, zeg maar. Wat bedoel je daarmee? Die doen anders dan dat ik persoonlijk in mijn beeld, zeg maar, op dat moment goed is, zeg maar. Niet netjes naar bepaalde personen. Die zijn dat bijvoorbeeld ook niet gewend, of dan is de cultuur misschien anders. Maar dat is wel hetgene wat ik dan zie. Mensen die gewoon een verkeerde attitude hebben daar. Ja, naar mijn mening. Hè, ik weet niet of dat daar dan goed of fout wordt gevonden. Uh-huh. Maar ik vind het ook een klein beetje. Dat had ik een beetje in mijn hoofd. Het is een beetje respectloos als je daar 30 push-ups moet doen en je doet er 2. En dat je dan zegt van ja, ik kan niet meer. Dat vond ik in mijn hoofd, zeg maar, zou ik dat echt niet over mijn hart kunnen verkrijgen. Want je komt daar en die mensen maken tijd voor jou. En dan moet je toch ook wat laten zien. Maar dat was dan mijn... Hoeveel tijd zat er tussen op internet al die dingen invullen en uitgenodigd worden voor die eerste sporttest? Bij mij was er binnen de organisatie iets niet helemaal goed gegaan. Dus het duurde bij mij wat langer, maar dat zal normaal een week of 3 of 4 zijn, zeg maar. Ja, okay. En dan gaat echt het balletje wel rollen. Dan gaat het wel echt wel snel. Want dan maken ze eigenlijk ter plekke al een afspraak voor. Bij mij was dat dan een psychologische keuring. Maar ik hoor ook weer verhalen dat mensen eerst de medische keuring hadden. Dat verschilt een beetje. Maar dan gaat het echt wel snel. Dan doe je bijna elke week wel wat. Maar het betekent wel dat op het moment dat jij dus die sollicitatie uitstuurt... Nou, dan moet je het kunnen. Weet je, dan, ik denk dat er dan dus blijkbaar mensen zijn die zeggen... Oh, ik probeer het wel, kijk wel waar ik uitkom. Ja, ja. En dan dus maar 2 push-ups kunnen. Tenminste, zo kwam het wel een beetje op mij over. Ja. En waren er ook gasten dan wel waar je dacht van wow? Ja, er zijn echt wel gasten bij die echt... de ene is hartstikke goed in rennen en de andere is hartstikke goed in optrekken bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn inderdaad ook wel echt wel gasten bij die echt keihard rennen. Dan ren ik echt een long uit mijn lijf en dan komt hij me voorbij, jongen, hard. Ja, die heb je er ook tussen. En dat vind ik alleen maar gaaf om te zien, want dat vind ik alleen maar mooi om te zien. Want dan denk ik, hey, ja, het zal toch niet zo zijn dat hij harder kan rennen dan ik. Dat zou dan niet zo zijn. Dat is dan wel zo, maar dat wil je dan niet voor jezelf. Even inklikken. Ja, dus dat motiveert mij dan ook alweer. Dus dat vind ik leuk om te zien, want dat verwacht ik ook. Ik verwacht ik kom daar binnen en dan verwacht ik... nu is het echt eventjes aan de bak, zeg maar. Ja. En dan vind ik het alleen maar mooi, dat er ook echt gasten zijn die dan echt ook... echt gewoon tot het gaatje gaan, zeg maar. Dus dat vond ik alleen maar mooi. Ja. Oh, goeie zaak. Hey, en dan, dat heb je met vlag en wimpel gehaald... Dan vervolgens medische keuring was dan het volgende? Ik kreeg eerst de psychologische test. En zondag hebben we eerst de medische keuring. Dat verschilt volgens mij een beetje. Ja. Dus je kreeg de psychologische test. En daarbij komt ook een cognitieve test, zeg maar. Dus wat rekentoetjes en wat... IQ, of je kan lezen en schrijven. Ja, rondjes bij rondjes en dat soort dingen. Dat was heb ik ook niet echt opgeoefend, als ik heel eerlijk ben. En dat was ook niet heel erg lastig. Nee. En dan dat psychologisch gesprek, zeg maar, wat dan een uurtje of 2 duurt. En dan krijg je door of dat goed is, ja of nee. En dan maak je eigenlijk gelijk al een afspraak voor hem. Ik had het een week daarna, een medische keuring. Maar het psychologische gesprek duurde 2 uur? Dat gesprek duurde bij mij een uur en 3 kwartier of zo, zoiets, ja. En waar gaat het dan allemaal over? Wat bij mij vooral opviel, dat ze een hele chronologische lijn pakken. Dus ze beginnen echt bij, wat kan je herinneren toen je klein was? En vanaf dat punt gaan ze eigenlijk... alles vragen. Dus alles wat jij zegt, daar haken ze eigenlijk op in. Voor het eerst ging ik bij mijn ouders op vakantie. Ik geef even een voorbeeld. Maar hoe zit er dan de relatie tussen jou en je ouders? En wat doe je dan als je op vakantie gaat? En zoek je dan vriendjes? Of ben je dan alleen maar alleen aan het spelen? Dus het gaat om hele kleine dingen waar hun dan toch blijkbaar informatie uithalen. En dan trekken ze eigenlijk door tot je daar zit. Waarom ben je hier? Hoe ben je hier gekomen bijvoorbeeld? Ik kreeg de vraag, hoe ben je hier gekomen? Ik was met de trein gekomen. Vind je het dan vervelend om naast iemand te gaan zitten?
En zeg je dan bedankt als de conducteur je kaartje teruggeeft? Dat soort dingen, dat vragen ze. Ook dingen dat ik denk, wat moet je hiermee in godsnaam? Maar daar komen ze dan, daar hebben ze dan toch blijkbaar een reden voor. Ja, ja, nou, dat klinkt op zich logisch. Nee, ze willen natuurlijk gewoon eigenlijk een inkijkje krijgen in jouw persoonlijkheid. En, ja. En hoe jij sociaal bent en hoe je in het leven staat en of je een beetje opgevoed bent. En ik had natuurlijk weer een vrouwtje die Mark natuurlijk kende. Maar ik ben even de naam kwijt. Oh, serieus? Ja. Ja, maar... Waar werk je, Helsvieter? Oh ja, volgens mij... collega. Dat was een makkie dus. Hm? Ja, dat was één koppertje. Als je met Mark werkt, zal het wel goed zijn. Ja. Ja, nee, maar heb je dat... daar hebben ze dus ook naar gevraagd. Wat heb je allemaal gedaan en hoe heb je voorbereid? Ja. En hoe ga je daar dan mee om? En, ja, ja, dus heel veel in het heden, zeg maar. En ja, in het verleden van wat heb je gedaan. Maar ook heel veel in de toekomst van wat ga je doen. Dat doen ze ook, daar doen ze ook best wel veel naar vragen. Ja. En wat je heel erg merkt is dat ze heel graag... Ze willen heel graag precieze data. Of ze willen heel graag precies een aantal. Doe je wel eens een biertje drinken door de week? Dan zeg je ja. Dan zeg je ja, oké, hoeveel dan? En volgens mij halen ze ook al wat uit de tijd dat jij erover doet... om dan het antwoord te geven, zeg maar. Ja. Dus dat willen ze ook heel graag weten. Dus precies... Dat zei je... kan me niet meer herinneren. Na 15 weet ik het niet meer. Nee. Maar, nee, maar dat willen ze ook heel graag weten. Dus echt precieze getallen. Ja. Ik denk ook niet dat je daar je moet daar gewoon, daar kan je ook niks op voorbereiden. Je moet daar wat je vooral moet doen is jezelf zijn en niet proberen de boel te belazeren. Nee. Want ik denk dat het gewoon niet werkt. Nee. Nee. Ik denk ook niet meer vertellen dan dat gevraagd wordt, zeg maar. Nee, ik kan me voorstellen dat als ze vragen van heb je wel eens een blootje gerookt, dat je dan zegt van nee, terwijl je misschien wel eens een keertje met om je maat een keer, om ik noem maar wat. Ja. Dan kan ik me niet meer voorstellen. Heb je wel eens een blootje gerookt dan? Ja, ik wel hoor. Nee, precies. Nee, die psychologische testen of en dat gesprek, volgens mij zag jij daar tegenop? Nee, daar zag ik persoonlijk niet tegenop. Ja, het is wel apart dat het eigenlijk het eerste is wat je doet waar je geen invloed op hebt, behalve dan jezelf zijn. Ik heb liever dat ze tegen me zeggen, ga maar 100 pushes maken en die moet jij dan op die datum moet jij die doen. En nu ging ik erheen met de gedachte, ja, nu gaat iemand dus mij beoordelen op iets waar ik zelf eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Zo ben ik gewoon. Ik kan me ook niet anders voor gaan doen. En dat was wel een bepaalde vorm van spanning die ik had. Hé, je kan nu gewoon afgekeurd gaan worden voor hetgeen wat ik heel graag doe, omdat ik mezelf ben. Want dat gebeurt wel gewoon. Er zijn heel veel gasten die daar wel gewoon steeds ongeschikt op worden verklaard. Of die moeten dat op een of andere manier overdoen of iets. Ja. Dus dat was wel een beetje apart om te doen. Dat wel. Oké. En dan heb je nog een medische test. Ja, en daar moet je dan tegenwoordig ook bij sporten nu. Ja, daar moet je... Dan moet je bij sporten ook. Ja, je doet je medische keuring en dan kijken ze je gewoon helemaal na. Ja, in principe gewoon bijna alles. Ik had wel verwacht dat ze ook bloed zouden prikken en zo en dat soort dingen. Maar dat deden ze allemaal niet. Geen hartfilmpje, helemaal niks. En daarna moet je clusterbepaling doen. En dat houdt dan in... En dan heb je natuurlijk cluster 1 tot en met 6. En de Korps Mariniers is dan 6 natuurlijk, samen met KCT en Luchtmobiel. En dan heb je een bepaalde oefening. En die moet elk cluster in principe moet allemaal dezelfde oefeningen doen. En dat is dan een klein parcoursje in de gymzaal met een beetje scheppen. En dat bootsen ze dan na en boven je hoofd werken. Zodat je schouders waarschijnlijk of dicht goed zijn. En daar komt dan bij, per cluster komt daar gewoon tijd bij. Dat is dan een klein parcoursje in de gymzaal, wat in principe motorisch een beetje is. Moet je minuutjekistjes tillen. En dat is dan bij cluster 6, 25, 35 en 45, als ik het goed zeg. Ja, 45 wat? Kilo? Ja, volgens mij wel. En dat is dan een soort van, je kan het vergelijken met een bierkratje, zeg maar. Alleen dan van metaal. En die moet je dan 25 meter lopen. Oh, zo. 10 keer of zoiets. Zoiets. Binnen een bepaalde tijd. Ja, en dat, ja, bij cluster 6 is dat net even wat meer dan bij cluster 5. En dat zo weer naar cluster 4. En dan moet je echt gaan marsen, zeg maar, met een rugzak. Dan moet je gaan marsen met een aantal kilo. Volgens mij is het 20 minuten met 25 kilo, 20 minuten. En dan 35 kilo, 20 minuten en dan 8 minuten met 45 kilo. Moet je dan marsen. Dat moet je dan, die tijd moet je volhouden en dan moet je volgens mij 2 kilometer lopen per... Ik durf de tijden niet meer uit mijn hoofd te zeggen. Maar dat moet je dan gewoon volhouden in principe. En dan heb je jouw clusterbepaling gehad. Dus dan wordt er eigenlijk, als je cluster 6 doet, wordt er tegen jou gezegd... Oké, je bent nu goedgekeurd voor alle krijgsmachtonderdelen. Dus nu zou ik met cluster 6 uiteraard ook naar de landmacht bijvoorbeeld kunnen. Het is gewoon een bepaling of kan jij dit en kan jouw lichaam dit. Ja. Mm-hmm.
Dat komt er dan nog bij. Wat ik persoonlijk niet wist, want dat is dan weer mij niet geïnformeerd. Ik werd 's ochtends wakker. En toen kreeg ik van iemand een bericht. Hey, wist je dat je ook moest sporten? Dat wist ik helemaal niet. Dat heb ik helemaal niet nergens gezien, nergens gevonden. Nou, dat schijnt ook weer veranderd te zijn de afgelopen tijd. Maar ging ook goed, gelukkig. Dus. En toen? Ja. Maar had je nog wat? Nee, maar dat herken ik wel. Want het blijft een lastig traject. Ja. En ik moest toen... omdat ik als officier naar binnen ging... moest ik ook nog uiteindelijk een aannamecommissie doen. Maar dat heb jij denk ik niet gedaan, hè? Nee, dat hoef ik niet te doen. Nee. Board of... Wat was het? Vijf officieren? Ja, dan kom je binnen en dan ook in Amsterdam... en dan zit daar een partij goud aan. En dan zitten er gewoon allemaal overstes en vijf man. Echt zo'n tafel. En dan kom je daar binnen. En dan, dan moet je daar gaan zitten... en dan ga je eigenlijk een sollicitatiegesprek doen... met vijf van die lui die helemaal onder de... allemaal medailles op een kast hebben. En, dat is best wel... Dat is intimiderend. Ja, dat is gewoon iets waar je voor gereed moet zijn... en waarop je gewoon moet gaan zitten en moet denken... Ja. Oké, weet je, ik ga hier gewoon zitten en ik ga gewoon vertellen hoe het is. En als je dat op die manier doet, dan kom je daar dus blijkbaar doorheen. Want ik ben er doorheen gekomen, maar ik denk dat daar ook mensen wel op dicht kunnen klappen. Maar dat heb jij dus niet hoeven doen? Nee, dat hoef ik niet te doen. Dat is inderdaad voor officieren en zo, is dat hoe ver ik weet. Dus jij hebt de medische keuring gehad, psychologische keuring en daarna niks meer? Jawel, daarna komt... eerst heette dat nog de MAST en nu heet dat de KMD, kennismakingsdagen. Ja. Dat is dan die 3 dagen dat je erheen gaat en dan krijg je zeg maar een... mag je even proeven hoe het dan is. Ja. Een klein beetje kennis maken met de deelnemer, zeg maar wij ook met het kader, zeg maar. Slaap je dan al in een tent? Of, Dan slaap je in een tent, inderdaad. Ja. Ja. Ja, en dan krijg je die rantsoenen en zo ook allemaal. En dan moet je ook, volgens mij, wij moesten ook gelijk de fitheidstest nog een keer doen. Ja. En volgens mij doen ze dat wat die corporaal zei, is van kijken of jij dan wel een beetje door aan het trainen bent en of jij het nog wel kan. Of je geen blessures hebt, dat soort dingen. Ja. En daarna is het vooral... gewoon heel veel sporten, de hindernisbaan, dat soort dingen. En dan was het Brienord circuit was dan wel een groot onderdeel daarvan. Tenminste, zo kwam het op mij over. Ja. Dat wel echt wel een onderdeel was waar heel veel mensen ook op stopten. Maar wat ook wel een soort van, oké, nu hebben we het grootste fysieke gedeelte gehad, zeg maar. Want dat is gewoon een baan van, ik weet niet hoe lang we erover gedaan hebben, volgens mij 2,5 uur of zo. Dan word je gewoon... Een soort van beasting, zeg maar. Beasting, zo kan je het zien. Mensen die niet weten wat een beasting is. Ik heb het ook gezien. Hè? Dan ben je dus inderdaad... wat jij vertelt over die jongens die dan... 2 keer kunnen push-ups. En dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Ik heb dat ook gezien bij... bij ons heette dat dan anders. Volgens mij voor officieren, MAST. Post. Maar het was zo bizar om te zien wat er dan gebeurt... op het moment dat er tegen mensen geschreeuwd gaat worden... en je een keertje een boomstam boven je hoofd moet houden... en je niet weet hoe lang je nog bezig bent... dan binnen een half uur gaan er gewoon lui naar huis. Ja, dat klopt, ja. Dat hadden wij ook. We hadden een stukje van de kazerne naar een of ander grasveldje lopen. Dat was misschien echt 400 meter of zo. Ja. Gaat ze corporaal voorop en die gaat natuurlijk keihard rennen. Dan zie je wel mensen denken van... Hey, ik moet nog 2,5 uur. Hoe gaat dat ooit in mijn leven vol kunnen houden, zeg maar? Ja. En toen waren er inderdaad ook wel gasten al die ook zeiden van... Nou, dat gaat hem gewoon niet worden. Ja. Heb je 400 meter gestekkerd? Ja, maar ja, dat gebeurt dus. Brienenoord circuit, hoe ging dat bij jou? Wel goed. Ik was een dag voordat ik naar de... Naar de KMD ging, kwam ik terug uit Cuba, had ik voedselvergiftiging, dus het kwam aan alle kanten eruit. Een uurtje voordat ik dat Brienenoord circuit moest doen. Maar het ging op zich wel goed. Ja, ik heb er dan heel veel aan gehad dat ik zeg maar... Ik hoorde iedereen de hele tijd zeggen, ja, we moeten nog een dag en we moeten nog 2 uur en we moeten nog doen. Ik had toen een klein beetje voor mezelf gedacht, oké, ik ga gewoon kijken wat ik nu aan het doen ben. En dan zie ik wel wat ik over 2 uur aan het doen ben. Ja. En dat heeft voor mij wel heel erg geholpen. Ja, dus je moment van lijden wat korter maken. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat heeft bij mij heel erg veel geholpen. Dus op zich ging dat ook wel goed. En ik vind dat ook gewoon heel erg leuk om te doen. Zit zo'n corporaal, zit dan tegen je het schil. Ja, dat vind ik aan de ene kant ook wel weer mooi. Ja, tuurlijk is het intimiderend. En tuurlijk denk je, doe ik het wel goed? Tuurlijk, dat is logisch. Maar aan de andere kant is het ook wel mooi. Want als hij dan weer zijn mond houdt, dan denk ik bij mezelf... Nou ja, eigenlijk was het best vet. Ja, ja, maar dat is wel zo. Ja. Dus dat ging prima, ja. Dan kun je weer genieten van de stilte. Ja. Zijn er nou technieken die je gebruikt binnen je kicksportwereld... en die je daar dan ook hebt ingezet, ook mentaal bijvoorbeeld?
Ik denk dat ik wel, omdat ik zo lang zeg maar zoveel gesport heb, dat ik wel weet waar ik iets beter in ben dan aan andere dingen, zeg maar. En ik kan me daar soms wel een beetje aan vastknopen. Oké, nu gaan we hardlopen. Ik heb in mijn leven niet zo heel veel hard gelopen, omdat dat gewoon niet mijn tak van sport was, zeg maar. Daar ben ik dan iets minder goed in. Maar daarna weet ik dat we dadelijk gaan stoeien. Of daarna weet ik dat we dadelijk de hindernisbaan gaan doen. En dan ben ik weer wat korter en wat explosiever aan het werk. Dan kan ik daar even mijn rust pakken, zeg maar. Dus meestal heb ik het met hardlopen. Hardloop vind ik helemaal niks. Laat ik dan naar het volgende moment gaan denken. Want ik weet dat we dadelijk gaan kickboksen bijvoorbeeld. Nou, dan pak ik daar lekker mijn rust. En dan kan ik daar mooi laten zien wat ik kan. Ja. Ik denk dat ik dat wel een beetje... Dat is meer vanuit de vaardigheden die ik dan kan. Ja. Vanuit mentale opzicht is het wel... met kickboksen heb ik altijd wel gehad. Ik moet winnen. Want je kan tweede plek, dat is hartstikke leuk. Maar dan heb je in principe gewoon verloren met kickboksen natuurlijk. Ja. En dat is niet slecht, dat is helemaal niet slecht, maar dan heb je verloren. En dat heb ik dan wel een beetje ervan. Van ja, als iemand mij inhaalt, dan maak ik het een beetje zwaarder, maar dat kan ik echt niet tegen. Dan vind ik me ook zelf ook echt geëikeld. Dan denk ik, joh, wat ben je nou aan het doen, joh? En dan ga ik, zonder dat ik het door heb, motiveert mij dat dan blijkbaar wel. Want tot nu toe is het goed gegaan. Ja. Dus dat heb ik er wel een beetje uit meegekregen, denk ik. Ja. Mooi. Hey, wat voor beoordeling heb je gekregen? Want je krijgt volgens mij een beoordeling, hè? Je krijgt een beoordeling. En dan gaan ze je... uit mijn hoofd, wat erop staat, is stressbestendig en doorzettingsvermogen. En dan krijg je natuurlijk die conditieproef, je krijgt nog een zwemtest een keertje. Dat hangt een beetje samen met je vooropkomen dan. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk alles stond er voldoende. Dus dat is gewoon, volgens mij is dat ook hetgene wat je krijgt als je het haalt. Ik denk dat ze daar niet heel veel onderscheid... Als je het niet haalt, dan krijg je hem niet, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ja, ik dacht dat dan vroeger was nog iets van A tot en met E of zo. Dat je dat hebben wij niet gehad. Nee, die krijgt gewoon een formulier wat je alleen krijgt als je het gedaan hebt. En als je iets onvoldoende hebt, dan kan je het niet halen. Dus je krijgt allemaal hetzelfde formulier, in principe. Ja, ja. En er staat wel een korte beschrijving onder. Wat vonden ze van jou? Hoe heb je het gedaan? Wat zijn je verbeterpunten? Volgens mij stond het bij mij fysiek goed, fit blijven. En meer niet, dus dat zal wel goed zijn. Dan weinig woorden, ja, dus dan is het goed. Denk ik, ja. Ja. Dus dan heb je die kennismakingsdagen, ja, KMD. Ja. Hoe lang is dat geleden? Vorige week, ik denk 3 weken of zo, ja. En daarna ben je lekker op vakantie gegaan? Het was 3 weken geleden. Toen ben ik een paar dagen later heb ik de vooropkomen nog gehad. De? Het vooropkomen. En toen ben ik op vakantie geweest inderdaad. Wat is dat vooropkomen? Dan ga je eigenlijk heen met de intentie van je moet al je spullen gaan ophalen. Zodat je de eerste week van je opkomstdatum, zeg maar... dat je die kan je gewoon starten. Dan heb je al je... Zo heb je zeg maar al. Oh ja. Je moet daar nog wel wat testen in doen. Je moet daar die zwemtest nog in doen. En volgens mij moesten we ook die conditieproef nog doen een keer. Ja. Dus ja. Die moet je dan ook behalen. En je hebt al je spullen opgehaald en meegenomen naar huis? Nee, er liggen heel veel spullen in de kast. Eigenlijk het grootste gedeelte. Het enige wat we meekregen is een paar hardloopschoenen, sokken en kisten. Oh, in de kast. Die heb je al je kamer aangewezen gekregen. Ja, dat is allemaal geregeld. Met, ja. Met hoeveel lui lig je op zaal? 5. Ja. Naast de kamer waar mijn vader vroeger zat. Dus dat is wel grappig. Ja. Ja, dus met 5. Ja. Soepel. Ja, ik lag met 80. Oh, ja, dat is even wat anders. Maar dat is volgens mij inderdaad veranderd. Dus alles dichter. Dus je hebt je kisten mee en die ben je aan het inlopen, neem ik aan. Ja. En dan ga je straks starten. Ja, gelukkig eindelijk. Ja, mooi. Weet je, heb je al je kader ontmoet? Ik weet niet zeker of dat met het kader van mijn vooropkomen ook echt mijn kader zal zijn. Er zal vast eentje, ik heb nu zoveel corporalen en sergeant gezien, er zal er vast eentje tussen zitten die ook mijn kader gaat zijn dadelijk. Maar nog niet precies aangewezen gekregen van dit is jouw kader. Dit is jouw baksmeester bijvoorbeeld? Of, nee, dat niet. Dat hebben we nog niet. Nee. Er zal er vast een tussen zitten die ook bij ons dadelijk weer aansluit. Ja. Maar dat heb ik nog niet te horen gekregen allemaal. Nee. En ken je die jongens bij jou op de kamer? Of vanuit, heb je al mensen gezien? Van, nou, daar heb ik bijvoorbeeld de mast mee gedaan. Of die heb ik in Amsterdam gezien. Heb je al een beetje... Een paar wel. Ja, een paar die zie je dan voor de derde keer of voor de tweede keer inderdaad, ja. En ook een paar die hele nieuwe. Ja. Is er contact? Zijn er WhatsApp-groepen? Of, er wordt dan wel een soort van WhatsApp-groepje gemaakt, zeg maar. Met die gasten vooral. En ja, natuurlijk pik je er 1 of 2 tussenuit die dan toevallig een iets betere klik mee hebben op dit moment. Ja. Dan met de rest. Nou, daar zit je dan een beetje met de app in elkaar een beetje gek te maken. En, dus daar wordt wel contact in gehouden. Maar in principe staat er nu ook niks meer te doen dan voor jezelf trainen. En voor jezelf doen wat er goed is. En als je dat overlegt, ja, dan krijg je alleen maar een betere maatstaaf van hoe doet een ander dat. Dat doen we wel, ja. Hey, want hoe ga je daarmee om? Ik heb zelf altijd al regel een beetje aangehouden van ik ga het liefst op 80% ongeveer de opleidingen in.
Ik merkte ook altijd dat ik sterker werd gedurende de opleiding. Want het slechtste wat je eigenlijk kan doen is op 99% van je capaciteit binnenkomen. Omdat dan je eigenlijk een grote kans hebt op blessures. Ja, we hebben eigenlijk een heel mooi trainingsschema aangemeten gekregen. Je krijgt sowieso een trainingsschema vanaf de fitheidstest naar je voorkomen. En vanaf je voorkomen krijg je een trainingsschema naar je opkomstdatum toe. Ja. Een week op 6, 7. En daar staat in principe gewoon gelijk in van dit moet je gaan doen. En wordt ook echt wel duidelijk verteld, je moet ook niks anders gaan doen dan wat hier ingeschreven staat. Okay. Want daar hebben mensen gewoon naar gekeken. En dat moet je gewoon gaan doen en niet anders. Ja, dat is wel goed. Ja, dat heb ik niet. Dat is inderdaad wel ideaal. Wel veranderd. Ja, ja, goed, en daar kan je natuurlijk zelf natuurlijk nog een beetje in kijken. Veel dit weet ik dat ik dat iets beter kan, dus ik kan dat misschien iets meer oefenen. Ja. Maar precies wat je zegt, je hardloopschoenen aandoen en gewoon een anderhalf uur op praattempo gaan lopen. Of je helemaal niet keihard lopen en de eerste uur ben je ook nog niet moe. Maar dat wordt ons wel meegegeven van, joh, ga dat dan doen. Ja. En ga niet als een gek met een wedstrijdtraininggroep meelopen te doen. Want dan kom je hier en dan heb je hoogstwaarschijnlijk ergens last van. En dat gaat sowieso niet weg in de opleiding, zei ze wel. Ja. Ja, goeie zaak. Dus je bent fit? Geen blessures? Ja. Nee, gelukkig niet. Ja, en die kakken. Dat is eigenlijk het enige voorbereiding die ik deed. Wij kregen twee paar kisten mee. Voor je opleiding. En ik heb die om de dag allebei, vanaf het moment dat ik wist dat ik ging opkomen tot het moment dat ik opkwam, heb ik ze gedragen. En dan ging ik af en toe in hardlopen. Ik had ze gewoon dagelijks aan. Af en toe even de plomp in om ze nat te maken. Ja. Nog krijg je blaren, maar dat is de enige tip die ik in mijn oren heb geknopen op het moment dat we die schoenen kregen, van wat er ook gebeurt, die moet je wel inlopen, want als je dat moet gaan doen in de opleiding, dan heb je een probleem. Ja, klopt, dat hebben ze bij ons ook wel gezegd. Ze hebben wel gezegd, ook aangegeven, dat het wel heel erg veranderd is. Ik liet die kist ook aan mijn vader zien en die zegt, joh, het lijkt wel sportschoentjes. Je krijgt zooltjes op 3D aangemeten en ze doen je voeten aanmeten en je krijgt kisten dat als je ze aandoet, als ik mijn kisten aandoe, dat lijkt gewoon Air Max. Dat is serieus. Dat loopt echt ideaal. Dat loopt echt lekker gewoon. Wow, ja. Nee, ik had nog van een maat van mij. Had ik van die rieten inlegzooltjes gekregen. Ja. Maar die droogden dan sneller. Ja. Dat was het. Ja, de dingen veranderen. Gelukkig maar, want ik denk dat het ook hartstikke goed is en dat het ook nergens over gaat om op slechte schoenen te gaan lopen. Het werk wat jullie gaan doen, eigenlijk gaat het helemaal nergens over natuurlijk. Nee. Dat zou niet uit moeten maken. En uiteindelijk moet je gewoon goede spullen hebben. Moet je goed voor je kast zorgen, want je bent nu 20. En je wil gewoon over 40 jaar, als je 40 bent, over 20 jaar wil je gewoon nog steeds fitte baas zijn. En niet als een helemaal een kreupelhout pijn in je rug hebben de hele dag, toch? Nee, zo is het. Dus wat we gaan doen over 33 weken, is het 33 weken de opleiding? Ja, volgens mij zit er nog winterverlof en zomerverlof in of iets. Ja, dus zeg dus even, dat zal dan iets langer. Zeg even over iets meer dan een half jaar gaan we jou maar hier met een... Wanneer is het dan? Je krijgt ergens verlof. Ja, dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen, maar volgens mij is dat... half december. Ja, zoiets. Na de korpsverjaardag, 10 december korpsverjaardag. Ja, daarnaast kunnen we ook even kijken. Ja. Misschien tijdens de verlof, dan houden wij even in de gaten. En dan einde opleiding. Graag, leuk. Dan zitten we hier met een mooie... doen we allemaal onze beret op. Zo'n opleidings... Nee, opleidingsberet. Ja, maar aan het eind doe je echt de beret op. Nee, ja, leuk. Graag. En dan gaan we nog eventjes... Moeten we nog een beetje reclame maken zo? Voor wat? Nieuwe jankaartjes. Voor wat? Hm? Een set stickers mee, kunnen ze een beetje plakken daar. Op mijn kast. Hè? Net een echte ondernemer wordt dit. Ik zie kansen. Gek gaat. Fucking hell, gaaf Dion, ben mooi. Jaloers. Ik denk dat, ik hoop dat de jongelui die zitten te kijken wat van aan hebben. En dat ze gewoon een keer zien van, wat zijn nou... de jongens die gaan starten, hoe ben jij daarmee omgegaan en wat ben ik daarvan leren? Ik heb heel weinig aan te merken op de dingen die jij hebt verteld over hoe je hebt voorbereid. Dus dat is een beetje van, jij bent dan wat dat betreft misschien een beetje een soort van een model, marinier nu al, zonder dat je al begonnen bent. En dat is goed om daar naar te kijken, omdat je dan als je nu naar jezelf kijkt en je wil marinier worden en je denkt van, ik schiet daar toch wat tekort ten opzichte van Dion. Dan kan je toch bij jezelf te raden gaan van oké, dit is de standaard en dit is de standaard die ik moet hebben voor mezelf om hier goed aan de start te beginnen, denk ik.
Ja, nee, helemaal mee eens. Ja. Je moet verder kijken dan de grens aangeeft. Dus en we gaan zien of dat dan daadwerkelijk ook hetgene is wat je nodig hebt om de opleiding te halen. Want uiteindelijk weet je dat nooit. Maar ik wens je wel heel erg veel succes. Dank je wel. En veel plezier. Ja, geniet ervan. Geniet ervan. Mooie dingen inderdaad. Precies wat je zegt. Als het tegen geschreeuwd wordt. Als je een keer zielig bent. Ja. Lach om jezelf. Zie de humor ervan in. Denk aan jullie. Nee, maar weet je wat dat is? Ze moeten humor ervan heb ik ook niet altijd gekund. Maar probeer het toch. Nee, zeker niet toen ik... Ik was ook gewoon zielig. Met mijn ontbijt bij elkaar gegrist in een boom. Bovenin een boom apengeluiden moest maken terwijl ik aan het eten was. Het is niet altijd grappig, maar uiteindelijk lach je erom. Achteraf. Uiteindelijk, ja. Nee, sorry. Nee, veel succes, Rammer. Dank je wel. En zet hem op. Dank je wel. Goeie zaak. Schitters. Uit.